Vandaag laat ik jullie het toeltje DDU en Windows Safe Mode zien. Super handig als je problemen hebt met je videokaartdrivers. Of gewoon een nieuwe videokaart hebt gekocht en wilt weten hoe je de drivers veilig en schoon installeert. Drop even een like en sub alvast als jullie meer van dit soort video's willen zien. Tot zo. Yo gasten, ik ben Gijs van Redux Gaming en zoals ik zei in de intro gaan we het vandaag over drivers hebben. Drivers vormen de brug tussen de apparaten in je computer en het besturingssysteem, in dit geval dus Windows. Drivers zijn heel belangrijk, want zonder drivers zou bijvoorbeeld elke game apart gemaakt moeten worden voor elke videokaart. Omdat niet elke kaart natuurlijk precies hetzelfde in elkaar zit. Door de drivers is dat niet nodig en kan een programmeur een game maken die gewoon op alle hardware werkt. Hoop je dan. Maar omdat het zo'n belangrijk stukje software is, kan het ook voor grote problemen zorgen, zoals bluescreens. Misschien heb je zelf een probleem en lees je op veel plekken dat de driver schoon installeren het probleem kan verhelpen. Hoe weet je of je driverproblemen hebt? Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar driverproblemen doen zich sowieso alleen voor als je in Windows bent. Geeft je kaart helemaal geen beeld meer of staan er gekke dingen in beeld, artifacts heette dat, vanaf het moment dat je je PC aanzet, dan is het sowieso geen driverprobleem, want de driver is dan nog niet eens ingeladen, zeg maar. Dat gebeurt pas als Windows opgestart is. Krijg je nou bluescreens of crashes die naar de videokaart of zelfs specifiek naar de videokaart driver wijzen, want er staat altijd zo'n error code, hè, bij een bluescreen, google die altijd, dan kan deze video jou wel helpen. Schoon installeren wil zeggen dat je de driver niet normaal installeert, maar eerst letterlijk elk spoor van de oude driver verwijdert en dan pas de nieuwe installeert. Ook als je je videokaart gaat upgraden en dus een nieuwe videokaart installeert, kan een spoor van een oude driver een probleem vormen. Bijvoorbeeld als je upgrade van een oude Nvidia-kaart naar een nieuwe AMD-kaart. Dus ook bij het upgraden van je videokaart, ook al heb je op dit moment geen problemen, raad ik toch een schone installatie aan. Dat is gewoon verstandig, I guess. Alright, nou hoe doen we dat dan met Display Driver Uninstaller of DDU? Nou, DDU raadt zelf aan om het programma in Windows Safe Mode te gebruiken, dus we gaan eerst eens even naar Safe Mode. Nou, dat kan op twee manieren. Doet je PC het gewoon, dan ga je naar herstelopties en dan klik je bij geavanceerde opstartopties op nu opnieuw opstarten. Dan klik je op problemen oplossen, dan geavanceerde opties en dan opstartinstellingen. Vervolgens start hij weer opnieuw op en selecteer je de optie met veilige modus met netwerkmogelijkheden. Tada! Je zit in Safe Mode. Nou, krijg je meteen een bluescreen bij het opstarten en kom je dus niet echt in Windows, dan is er een andere manier om in Safe Mode te komen. Dan zet je je computer aan en meteen als Windows begint op te starten, hou je de aanknop ingedrukt tot de PC weer uitgaat. En als je dat een paar keer achter elkaar doet, dan denkt Windows uiteindelijk vanzelf, hey, misschien moet ik je even naar het herstelscherm sturen. Daarna is het hetzelfde als ik net zei, problemen oplossen, geavanceerde opties, opstartinstellingen en dan na het herstarten veilige modus met netwerkmogelijkheden. Selecteren. Veilige modus start Windows zonder drivers, zodat driver-gerelateerde problemen dus even niet voor kunnen komen, want er zijn geen drivers. Ze raden aan om veilige modus te gebruiken, ongeacht of je problemen hebt of niet, omdat je natuurlijk een driver gaat verwijderen die op dat moment in gebruik is, wat voor instabiliteit kan zorgen, zoals je je kunt voorstellen. Bij veilige modus met netwerkmogelijkheden worden de netwerkdrivers wel geladen trouwens. Dus je kunt wel gewoon het internet op. Dus de enige driver die die laadt is de netwerkdriver. Nou, we zijn er bijna. We gaan nu even downloaden wat we nodig hebben. Hadden we ook eerder kunnen doen, maar we doen het nu. Namelijk DDU en de nieuwste Nvidia of AMD driver. Of misschien een oudere driver als je met de nieuwste problemen blijft hebben. Hè? Kan ook. Beide zijn makkelijk. Google DDU en je vindt een link naar de downloadpagina van Guru3D. Het hoofd van Guru3D is trouwens een Nederlander. Shoutout naar Hilbert. Voor de drivers geldt hetzelfde. Googelen, klikken, juiste model selecteren, downloaden. Hier hoef ik geen tutorial voor te maken, hoop ik jongens. DDU moet je eerst uitpakken en in het mapje wat je dan krijgt staat het daadwerkelijke .exe bestand, zeg maar, het programma. Je krijgt eerst een scherm met instellingen, maar hier hoef je niks aan te doen. Nou, klik je door, vervolgens kies je bij Select Device Type het merk van de videokaart dat nu in je systeem zit.
Nu heb je twee opties. Ga je een nieuwe videokaart installeren, kies dan verwijder drivers en schakel uit. Dan is die uit, dan kun je de kaart wisselen. En ga je gewoon een clean install doen met dezelfde kaart, kies dan verwijder drivers en herstart. Ja, en nu wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Ga je upgraden, haal dan de stroom van je PC, doe je nieuwe kaart erin, start de PC op en installeer de nieuwste drivers. En ga je alleen drivers installeren, installeer dan de drivers. Zo makkelijk is het. Herstart je PC nog één keer en klaar. Gefeliciteerd met het schoon installeren van je videokaart driver of het upgraden van je GPU. Lekker bezig. Ik hoop dat het voor jou heeft gewerkt. Heel erg bedankt voor het kijken. Heb je vragen? Kan ik je ergens anders mee helpen? Of wil je laten weten hoe het ging? Laat het even weten in de comments. Vind ik leuk om te horen. Drop een like als je dit een leuke video vond. Subscribe als je nooit meer een video wilt missen. Nog een keer heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel. Doei. Oeh, ik heb juk. Precies waar ik er niet bij kom. Oh, snap ik.